Welkom bij het kanaal van Beit Tefila. Zoals bekend lezen we op zijderavond in Galut, hebben we twee zijderavonden conform halacha, lezen we een Haggadah, een vertelling over Pesach. Voor veel mensen is zijderavond een hele lange zit, omdat er lange lappen tekst in het Hebreeuws gelezen moeten worden. En duurt het dus behoorlijk lang voordat men ook in een feestelijke stemming de maaltijd kan nuttigen. Dit is de manier waarop Pesach, of zij de avond eigenlijk eruit zijn gaan zien in de Ashkenazische traditie, in de Sephardische traditie ligt dat anders. Omdat wij een historisch gezien een kortere Haggadah hanteerden. Als je wil kijken naar de Haggadah van de Rambam, is die een handjevol pagina's. En de Rambam legt ook uit in Mishneh Torah, in God Chametzu Matzah, hoofdstuk 7, halacha 4 en 5, wat er precies verteld moet worden. Hè. Het gaat om dat er bepaalde dingen besproken moeten worden op die avond, hè, verteld moeten worden aan de aanwezige familieleden, gasten. En die hebben te maken met de oorsprong van Am Yisrael. Die was heel bescheiden. De vader van Abraham, Terach, deed een Abodah Zarah. Dat we Abadim, dienaren zijn geweest van de farao. En volgens de Rambam in Halacha 5, in hoofdstuk 7, zegt hij dat je het moet hebben over het Korban Pesach, Maror en Matzah. Hij zegt die drie punten, die laatste drie punten die ik noemde, die moeten besproken zijn aan tafel. En hij zegt, nou, en het is prijzenswaardig om langer te vertellen over onze afkomst. Die was heel nederig, heel bescheiden. En hoe we als slaven geleefd hebben, of dienaren geleefd hebben bij de farao. Dat is wat besproken moet worden. En de Haggadah is, de verschillende versies die er zijn, zijn instrumenten om de juiste dingen te vertellen. En naar gelang het publiek, de aanwezigen daartoe in staat zijn, kun je het uitbreiden. Maar er is geen verplichting om tientallen pagina's in het Hebreeuws te reciteren. Dus je kunt ook afstemmen zo'n zijderavond op je publiek. Ik heb heel wat jaartjes Pesach gevierd met kleine kindjes. Sinds vorig jaar merk ik echt dat ik langere, echte gesprekken kan hebben met ze over de thema's van Pesach. Dus het Korban Pesach nogmaals, Maror, de Matzah. Dat zijn de drie punten die besproken moeten worden. En daarnaast ook uit te breiden over onze afkomst en onze tijd in Egypte. Het was heel plezier om te merken dat je een groei ziet in je ontwikkeling ziet in de kinderen. Dus dat je ook meer en langer kunt praten over de onderwerpen. Maar deed ik het gewoon echt wat korter. Om niet belastend te laten zijn voor ze. Aangenaam te houden en ook te zorgen voor de feestelijke stemming. Want op Pesach vieren we onze bevrijding. Dat moet natuurlijk de sfeer zijn van de avond. Zo moeten we ons ook voelen. We moeten ook vrolijk zijn, genieten van de maaltijd, elkaars aanwezigheid. En mocht het reciteren van de vele pagina's in het Hebreeuws daarvoor belemmerend zijn, nogmaals, dan kun je dus wat terugschroeven. Je kunt ook de Haggadah dus van de Rambam gebruiken. Zodat je in ieder geval weet dat je alle belangrijke dingen wel besproken hebt. Misschien nog een aanknopingspunt hebt voor discussie. De ondergrens is dus om die drie punten te bespreken. En er is geen noodzaak om tientallen pagina's te reciteren. Mocht het hele publiek daarvoor wel bereid zijn en ook gespreksmaatregelen, noem maar op. Dat is natuurlijk prijzenswaardig. We lezen ook in onze traditie dat er veel hachamim waren die zij de avond bijna gewoon heel de nacht lieten doorgaan. Omdat ze zoveel te discussiëren, te bespreken hadden. Nogmaals, dat is dus prijzenswaardig, maar geen vereiste. Pesach Sameach, Pesach Allegre.